Hallo, ik ben Pieter Gerkes en welkom bij het Antwerp Antwoord. Ik heb dat nogal eens gezegd, maar ik vind dat hier veel een beetje een familiesfeer hangt. En dat is wel iets waar, een omgeving waar ik mezelf graag in vind. Dus ik denk dat dat een beetje het eerste wat mij is opgevallen. Ik denk met Faris, omdat Faris die is de laatste tijd veel verbouwingen aan het doen aan zijn huis. En hij vertelt ons toch altijd dat hij zelf veel doet en dat hij zelf veel meehelpt. Dus ik denk dat Faris iemand is die handig is. Dus ik denk dat we daar wel iets aan gaan hebben als we het ooit moeilijk hebben. Faris ook, omdat Faris die is al bezig met zijn diploma en hij vertelt altijd verhalen vanuit de cursus hij wil laten zien dat hij er zelf toch heel veel verstand van heeft. Dus daarom denk ik dat Faris daarin misschien wel het beste gaat zijn. Nana Mpoma. Nana is iemand die altijd heel fel doet en heel veel praat. Maar als puntje bij paaltje komt, dan is het ook degene die het verste weg gaat lopen. Dus in die optiek komt hij wel vaak in situaties waar dat hij dan, omdat hij zo fel praat, omdat hij zoveel praat, wordt teruggenomen en zijn reacties daarop zijn altijd geweldig. Ik ben iemand die graag op de computer speelt. Met mijn vrienden van Bilzen is dat iets wat wij vroeger vaak deden. En dan zeker omdat nu die afstand wat groter is en dat het contact ook met corona minder is, is dat natuurlijk altijd wel... wel fijn om op die manier contact te kunnen behouden en ons te amuseren. Dus dat is zeker een van de dingen. En dan buiten het voetbal ben ik ook nog wel iemand die regelmatig de NBA volgt. Dus dat is dan, zou ik zeggen, de andere hobby. Ik heb het geluk gehad om tegen Neymar te hebben gespeeld. Dus Neymar en Mbappé. Ik denk dat dat wel twee van de betere zijn waar ik tegen speelde. Twee keuzes. Mijn eerste doelpunt ooit in het profvoetbal, dat was voor Genk tegen Brugge. Dus dat is dat natuurlijk altijd één die bijblijft. En dan de tweede is natuurlijk tegen Beerschot. De derby waar iedereen zo hard naartoe leeft binnen de groep. Dus dat was wel een serieuze ontlading voor mezelf en voor de ploeg. Dus in die zin is er zeker eentje die bijblijft. Daarvoor moeten we terug naar het begin van het seizoen gaan, toen dat Ali een goocheltruc bij de coach heeft uitgehaald. En of dat die goocheltruc of een toptruc was, dat zou ik in het midden durven laten. Maar het is wel iemand die dus geprobeerd heeft om de coach in de maling te nemen. Met minder succes, maar het was wel grappig. Ja. Toen dat ik de keuze moest maken tussen voetbal of studies, waren toen oftewel rechten zoals de meerderheid van mijn familie gedaan heeft, oftewel kine, om toch een beetje in die sport te blijven en zo toch een beetje die touch daar nog mee te hebben. Dus ja, ik denk dat één van die twee zou zijn. Pony, omdat in het Bilzers waar ik vandaan kom, is een poeneke, dat is een kus. En ik heb twee oudere zussen en die zeiden vroeger altijd tegen mij van geef mij eens een poeneke. Dus geef mij eens een kus en dan zo poeneke, poenie, is dat zo een beetje gevormd. En nu overlaatst zijn Birgit en Richie op die bijnaam uitgekomen. Poenie. Dus nu hoor ik hem wel vaker, maar dat is meestal één voor wat ik van thuis mee heb. Hopelijk veel. Ik hoop dat we vooral als groep die play-off halen dan en van daaruit proberen te kunnen die tweede plaats vasthouden. En ik hoop dat ik daar mijn steentje in kan bijdragen.